Voor de binnenscheepvaart op onze grote rivieren is het belangrijk om op tijd te worden bevoorraad. Bunkerbedrijf Neptune zorgt ervoor dat binnenschepen tijdens het varen worden voorzien van brandstof en alle andere artikelen die nodig zijn voor een goede vaart. Hiervoor beschikt Neptune over een centrale bunkerboot en twee bevoorradingsschepen. Bestellingen worden van tevoren klaargezet in de centrale bunkerboot, waarbij men aan de kassa gebruik maakt van Unit 4 Multiverse en optimalisatiesoftware van Unidis. Spontane aankopen aan boord van de twee bevoorradingsschepen worden ook verwerkt in Multiverse. Taken die regelmatig in de administratie voorkomen, worden met Task Manager geautomatiseerd. Wij verkopen brandstof, smeermiddelen en scheepsmaterialen aan de scheepvaart. In principe, alles wat de klant aan boord gebruikt, kunnen wij leveren. Het bunkeren met een boot, het tanken met een boot, dat gaat sneller. Een andere reden kan zijn veiligheid. Een schip kan gevaarlijke goederen vervoeren en ook niet bij je opzij mogen komen. En dan moet je er ook met een bunkerboot doen. De administratie moet natuurlijk voldoen aan een heleboel dingen. Je moet inzicht hebben, je moet weten wat je verkoopt. Het is een aaneenschakeling van allerlei modules natuurlijk die goed met elkaar samenwerken. Waar dat het niet feilloos vanuit in eerste instantie werkt, waar Unidis ook de mogelijkheden heeft om een toegevoegde waarde ten opzichte van de standaard systemen te geven, zodat het in het bedrijf wel goed werkt. Op het moment inderdaad dat bij de kassa spullen verkocht worden, dan krijgen wij gelijk de orderregels in Multiverse. En ja, dat is gelijk inzichtelijk. Dus er is gelijk een overzicht van de voorraad en van wat voor materialen verkocht zijn. Wat dit systeem juist mogelijk maakt, dat je heel duidelijk weet wat er gebeurt, waarbij je ervan op aan kunt wat je ingeeft dat klopt. En dat is denk ik misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat je inzicht hebt, zodat je kunt reageren. Tot nu toe hebben we bij Unidis hebben we het kunnen redden met de modules die Unidis zelf al ontwikkeld had, die aansluiten bij Multiverse. Dan heb ik het bijvoorbeeld over digitaal factureren, digitale inkooporders, waar je eerst veel tijd met bepaalde dingen kwijt was. Heb je gewoon echt een tijdbesparing. Ik maak wel wat gebruik van helpdesk. Het komt niet zo heel erg veel voor, maar dat gebeurt wel. Met goed bedoel ik persoonlijk. Je kunt horen dat de mensen begrijpen waar je het over hebt. Weten ze het niet, dan zorgen ze ervoor dat, dat ze de kennis krijgen en een passende oplossing bieden. Het gevoel bij Unidis, dat paste, dat klikte. We hebben zelf een filosofie dat we weten waar we mee bezig zijn, leveren tegen een normale prijs en ervoor instaan wat we beloven. En dat vind ik bij Unidis ook heel duidelijk terug. Wij hebben natuurlijk een bunkerbedrijf en geen automatiseringsbedrijf. Unidis die is een automatiseringsbedrijf, dus die heeft een heleboel kennis over wat er allemaal mogelijk is. Nou kunnen ze mij helemaal overstelpen met de nieuwste techniek. Ik vind het sterke van Unidis dat je ermee in gesprek kunt en dat er eigenlijk bijna feilloos aangevoeld wordt op welke termijn dat ik welke stappen wil nemen en aanreikt wat er voor mogelijkheden zijn om dingen die geautomatiseerd worden op te lossen en stap voor stap in te voeren.